Goedemorgen. Nou, het is 7:30 in de morgen. Ik heb heerlijk geslapen. Ik lag redelijk vroeg in bed. Ja, wat is vroeg? 10:45. Ik ben ook redelijk snel in slaap gevallen. Het is nu nog rustig op een camping trouwens. Ja, af en toe loopt er wel eentje, maar... En het weer lijkt ook wel redelijk voor vandaag. Ik zie wel daar die kant wat donkere wolken. En daar nog wat, de linkerkant. Nou goed, we gaan eens zien. Vandaag staat eigenlijk bezoeken van Stockholm op mijn lijstje. Alleen ik zat me daar gisteravond af te vragen hoe het zit met milieusonering hier. Voor zover ik weet zijn ze daar in Zweden ook best wel een streng beleid in. Ja, dat moet ik straks even uitzoeken. En als ik daar niet naartoe kan, dan ga ik naar Uppsala. En er ligt nog een vikingbegraafplaats. Dat heet iets van Gamla. Ik weet het niet meer. Nou, eerst maar gewoon even nu rustig aan doen. Ik heb tot 12:00 de tijd om van de camping af te gaan. Ja, zoals je ziet, ik heb al een bak koffie. Die is al bijna leeg, dus ik pak straks een tweede. En dan ga ik me straks eerst eens even... douchen, schrik ervan. Ga ik straks even douchen en dan rustig de spullen op de motor zetten. En dan wil ik nog even zoeken inderdaad naar die milieuzonering. Nou, en dan is het, dan zie ik het wel verder. Ja, Uppsala bezoeken en dan hoeveel kilometers ik vandaag rijd, dat weet ik niet. Ik heb vandaag even geen haast. Nou. We gaan het zien. Hopelijk werkt het weer gewoon mee. Ja, de weersvoorspellingen zijn nog wel redelijk gunstig voor deze week en komende week. We gaan het zien. Dus ik tap me nog even een tweede bak koffie in. En dan spreek ik jullie later straks wel even weer. Nou ja, ik ga straks eerst even naar de shop en een paar broodjes halen. Want ik moet natuurlijk wel iets eten. Ik zal zeggen tot straks. Hey. Doei. Goed, ik ben aangekleed. De boter is bepakt. En ik heb net even betaald daar bij de receptie. Betaald? Nee, had ik al betaald. Gewoon sleutel ingeleverd. Ik zei vanochtend al, ik ga naar Stockholm. Maar ik heb toch mijn plan gewijzigd. Ik ga gewoon naar Uppsala. Stockholm gaat me te veel tijd kosten. Wat ik al eerder zei, ik wil eigenlijk zo snel mogelijk, relatief snel bij de Noordkaap zijn. Zodat ik iets meer tijd heb langs Noorwegen. Want Noorwegen met de fjorden, dan heb je veel kilometers nodig. Dus ik ga vandaag naar Uppsala. En voor de rest, ik praat jullie onderweg wel een beetje bij. En dan gaan we. Nou, trouwens, een leuke camping. Ik heb heerlijk geslapen, wat ik vanochtend al zei. Dus veel camperaars. Veel camperaars hier. Nou, eens even kijken waar de navigatie mee langs brengt. Ah, het is een aangename temperatuur. Het is in ieder geval droog. Ik kan een beetje opnames maken. Dat was gisteren wel helemaal een drama. Een beetje een stukje voorstad van... Stockholm, Bedang, Redang, hoe je het ook noemen wilt.
Ze hebben hier ook een metrostation. Waar ik wel met de metro naar Stockholm kunnen gaan. Ik zie er toch vanaf. Ik ben sowieso al geen stadsmens. Ik vind het wel een keer leuk in de stad, maar dit gaat me tijd kosten. Voor een andere keer een citytrip plannen hier naartoe. Gewoon een weekendje Stockholm en dan met een vliegtuig hier naartoe. Dat is ook een alternatief. Wat zeg je, ik wil relatief snel naar de Noordkaap. Het is best wel een groot land, want het zijn behoorlijke afstanden. Ik heb nu nog 1700 kilometer te gaan tot aan de Noordkaap. Maar ik hoop dat het geluid een beetje goed is nu, want ik werd tenminste bij het terugzien van andere opnames, vooral op de snelweg, dan veel windgeruis. Dus ik ben een beetje aan het stoeien geweest gisteravond met de microfoon in de helm. En ik zei, met het softwareprogramma kan ik het wel verbeteren. Maar het moet gewoon goed zijn, het kan ook goed. Ik zag wel dat ik gisteren de verkeerde instelling had, dus dat is wel een probleempje. Snelweg op de E4. De E4 die helemaal doorloopt naar Finland. Scherm, vizier een beetje dicht. Nou, Uppsala ligt ongeveer op 80 kilometer afstand van Stockholm, Noordkant. Zover een uurtje rijden. Ik ga daar eens even daar maar even rondkijken. Ik wil nog even naar die vikingbegraafplaats. Trouwens, over milieusonering hier in Stockholm, die hebben ze nog niet. Die wordt dit jaar, 30 december dit jaar, wordt die ingevoerd. Las ik vanochtend. Dan mag je vanaf 2025 alleen met elektrisch de binnenstad in.
blij dat het weer een beetje eindelijk heerlijk weer is. Jongen, jongen, gisteren was een regen. Ja, bijna 300 kilometer alleen maar regen. De ene keer wat heftiger dan de andere keer, maar toch. Ik heb het niet koud gehad. Het rijdt gewoon niet meer. We verlaten de stad zo langzamerhand. Een beetje aan de buitenkant van de stad. Richting het noorden. Nou, de batterij die viel er weer uit, dus ik ga eerst even de batterij vervangen. Nou ja, verderop zie je dus de kathedraal. Dat is best wel een groot ding. Zo'n parkje. De temperatuur is hier goed, maar ik zie het. Het wordt wel al donker hier, maar het kan ook zijn dat het langzaam weer wegtrekt. Dus ga eerst even de batterij vervangen. Nou, batterij vervangen. En we pad vervolgen even naar de kathedraal. En dan straks naar de Gamla Uppsala. En dan eens even kijken waar ik ga doen. Of ik ga doorrijden of ik ga hier nog op de camping staan. En even rustig bijkomen van alles. Goed, dat kan ik altijd nog beslissen. Ik ben niet goed geschakeld. Ja, je mag hier maar 40, maar dat is voor de Ducati is dat best wel een verveelde snelheid. Want ik weet niet of ik in de 2 of 3. Het beste is een 2. Uppsala komt natuurlijk die naam al genoemd in de tijd van de Vikingen. Dus nog een heidenscultuur was ook al. Ik weet niet waar die nog allemaal bewaard is gebleven. Schitterende gebouw. Nou, kijk of ik bij de kathedraal kan komen.
kind. Mag hier niet komen, hè? Daar ook niet. Goed, ik loop nu bij de kathedraal. Het is wel even gepuzzel hier met het parkeren, maar goed, uiteindelijk ja, ben ik er uitgekomen. Het is zondags gratis parkeren. Maar het is wel een bijzonder bouwwerk, absoluut. Ik zal even de camera draaien. Prachtig gebouw, kerk. Het is een mooi oud gedeelte hier. Ik ga eens even daar naartoe lopen. I didn't know, because that. Nou goed, je mag dus niet filmen tijdens de mis. Nou goed, dat hou ik ook alle respect in. Dan gaan we dat niet doen. Het is wel een bijzonder gebouw van binnen, absoluut. Dat is wat ik al zei, het is iets van 1170. Terug in de tijd, heel wat eeuwen terug. Het is al een mooi historisch stadje. Goed, het gaat inderdaad wel heel ver terug in de tijd. Het is niet zo dat ik nu het hele stadje doorga, want dat wil ik, lijkt me wel leuk, maar ik wil echt wat tijd vooruit trekken. Mijn doel is de Noordkaap. Universitas Regia Uppsaliensis. Goed, nou ik loop nog steeds bij de universiteit. Het is hartstikke leuk dat sightseeing wordt. Een hele mooie gebouw, waar ik echt wel van hou. Maar goed, mijn doel is toch iets anders. Ik had dit wel op mijn lijstje staan om naar Uppsala te gaan, om de kathedraal te zien. En de Gamla Uppsala straks, waar de Vikingen begraafplaats is. Dus gaan we straks zo naartoe. En dan zie ik nog wel wat ik voor vandaag doe. Of hier blijf, of ik ga trek verder. Hier zit al een camping. Het lijkt me denk ik handig dat ik vandaag hier blijf. En dan morgen maar kilometers maak. Dus ja.
Dus ik denk dat ik nu weer terug ga naar de motor. Ik heb in ieder geval de kathedraal gezien. Maar ja, helaas, jammer genoeg, konden we er niet in zolang de mis is. Maar goed, het ziet er wel mooi uit voor Ben. Er zullen ongetwijfeld foto's op internet zijn. Die plaats ik dan al even bij. Misschien wel geen fotografie, en geen filmopnames tijdens de mis. En ik weet ook niet hoe laat de mis afgelopen is. Volgens mij zal het dan niet zo lang duren, maar goed. Ik, wat ik al zei, ik ga terug naar de motor en dan ga ik naar Uppsala, nee, Gamla Uppsala. Dat is toch wel een heel mooi gebouw, hoor. Prachtig. Ja, ik hou er wel van. Ik hou wel van die cultuurhistorie. Ik hou sowieso wel van de hele Vikingen gebeuren. Dat was ook iets om dat te bezoeken hier. Maar goed, dat is ook heeft helemaal te maken met het hele, die serie Vikings. Dat was toen op Netflix. Daar ben ik helemaal... leef ik helemaal gekluisterd aan de buis destijds. Goed, ik ga terug naar de motor en dan spreek ik jullie straks. Dat zijn inderdaad ruïnestenen met allemaal inscripties van de 11e eeuw. Uit de 11e eeuw. Die hebben ze natuurlijk allemaal een beetje gerestaureerd. Daar ga ik vanuit. Ik hoop dat de opnames een beetje goed zijn geworden, want ik merk aan mezelf dat ik toch soms nog wel te snel wil dingen doen. Een beetje meer tijd voor nemen. Maar goed, dat is ook een leerproces. Prachtig. Er is nog een waterloop. Prachtig. Schitterende plek hier, absoluut. Het is heerlijk weer, lekker warm. Ik zit hier even in het Rozenpark. Alleen, ja, met die motorspullen is het niet altijd praktisch. Ik heb net weer de auto gaan en heb je altijd weer ruimte om spullen achter te laten. Maar goed. Heerlijk. Dus ik ga nu naar de motor en dan zie ik jullie straks weer in de Gamla Uppsala. Goed, nou ja, ik ben weer bij de motor. Dat is echt indrukwekkend. Ik vond dit mooi. Ja, je krijgt het toch nooit zo op de foto als je het graag wil of op de film. Maar goed, ook een stukje ervaring met het filmen die ik niet heb. Maar goed, dit wordt steeds beter. Voor nu ga ik eerst naar Gamla Uppsala. Kijk wat daar is. En ik denk dat ik voor vandaag hier maar blijf. Een camping zoek. Hier zit een camping in de buurt. Ik denk dat ik daar maar naartoe ga. En dan vanaf morgen wel kilometers maken. Dus laten we gaan. Alles dicht.
daar liggen de grafheuvels. Eens even kijken waar je kunt parkeren en waar je naar binnen moet. Zo, nou, de batterij is ook zo weer leeg, zie ik. Doe maar even weer een nieuwe. Goed. Nou, ik loop nu naar de grafheuvels toe. Kijken of de mensen voorbij gaan. Zo. En daar zijn de grafheuvels. Het zijn wel hele joekels van heuvels, om eerlijk te zijn. Zo. Ja, je mag met de drone, maar eens even kijken op de kaart straks. Ik kan zo vanaf de motor en met de drone overvliegen. Oh, het is best allemaal een... Het is best allemaal een afstandje lopen allemaal met elkaar. Dan denk ik wel eens, ja, hoe was het vroeger, hè, in die tijd? Hoe leefden de mensen? En je ziet wel films, maar dat is nog niet de werkelijkheid. Maar je ligt allemaal op het heuvels.
Nou, dat is iets wat ik ooit heb gezien in die serie Vikings. Het is, een, is te zien hoe het ongeveer in het jaar 650 na Christus is geweest. Oh, vroeger konden ze ook wel leuke dingen maken. Nou goed, daar waren dus de graafheuvels van Sla. Wel interessant om te zien hoor, hoe hoog die dingen nog zijn. En inderdaad, dat is al eeuwen terug. En als je nagaat hoe die mensen toen leefden, ben ik echt wel nieuwsgierig naar wat ik net al zei. Dus, maar goed, ik reflecteerde ook een beetje op die serie Vikings. Dat vond ik ook wel interessant. En daar werd ook Uppsala al benoemd. En daar stond toen die kathedraal. Of die, ja, geen kathedraal, dat was de heidense tempel. Nou, dus ook inderdaad de offers werden gebracht. Nou ja, goed, in die periode 600, 700 is natuurlijk ook waren ze een keer twee strijd met het christendom. Interessante geschiedenis, echt. Ik heb het alleen meer van de tv-series met een beetje feiten gebaseerd is. Maar ja, maar goed, om hier te zijn, dat is wel iets bijzonders. Ja, indrukwekkend vind ik het zelf. Ik vind het, maar goed, ik hou van cultuur, historie. Dus, ja, hier geniet ik echt van. Dat vind ik ook mooi om te zien. Goed, nou, ik ga zo een camping opzoeken in Uppsala. Daar blijf ik vandaag. Het is een korte dag. Niet te veel kilometers. Morgen toch maar wat kilometers maken richting de Noordkaap. En dan zien we hoe ver we komen. Het is wel heerlijk weer trouwens. Ik heb de motorkleding aan, maar ik loop behoorlijk in de zweet te jagen. Het is wel 22 graden. Dus, het is wel een t-shirt en korte broeken weer. Alleen wel veel wind. Dus, maar goed. Ik rij naar de camping en dan spreek ik jullie later. Nou, camping gevonden in Uppsala. Het is nu inmiddels 10:00 in de avond. Nou, ik ben de hele avond aan de prutsel geweest met de pc. Met de telefoon. De bestanden overzetten. Dat ging niet. Dat was een drama. Maar goed, vandaag heb ik sowieso al een klungeldag. Zoals ik het noem. Ja, heb je soms gaan die dagen, lopen sommige dagen wel eens tegen met alles. Nou, hopelijk gaat het morgen beter.
Ja, voor vandaag, wat ik al zei, ik sta in Uppsala op een camping. Het is een soort stadscamping. Heel veel camperaars staan hier. Er zijn wat van die huisjes, van die cabins, voor twee personen tot en met zes personen. Ik zat nog te twijfelen om nog zo'n huisje te huren voor de nacht. Maar het is prachtig weer. Dus ik denk van, ik zet mijn tent op. En mijn tent was vanochtend al, vanochtend niet, gisteren. Is mijn tent er redelijk nat ingekomen, dus het werd ook een tijd om te drogen. Het is nu helemaal droog. Nou goed, ik heb gegeten hier. Ik heb eerst boodschappen gedaan bij een plaatselijke winkel. Dat zat een stukje verderop daar. Is op een loopafstand goed te doen. Goed, de dag even een beetje doornemen. Nou ja, zoals jullie in de film hebben gezien, in de video hebben gezien, ben ik in Uppsala in het centrum geweest. Ik heb daar de kathedraal bekeken. Jammer genoeg mocht ik aan de binnenkant niet filmen. Maar goed, daar heb ik in mijn verhaal al verteld. Toen ben ik doorgereden naar de grafheuvels. Dat is iets buiten het centrum. Dat is ook best wel leuk om te zien. Indrukwekkend vind ik zelf. Ik vind de hele geschiedenis van die vikingen wel interessant. Nou, helaas mocht ik daar niet met de drone vliegen. Want er liggen beperkingen op. Het bleek achteraf dat er een vliegveld zit. Jammer genoeg. Of ik had een instelling niet goed. Maar ik ben haast wel zeker dat het een beperking is ten aanzien van het vliegveld. Zelfs op 30 maximaal. Normaal mag ik tot 30 meter hoogte vliegen. Maar dat ging ook niet door. Dus ja. Ik ga nog wel deze dagen nog mee stoeien. Als dat kan. Goed, gaan we zien. Nou, het is in de loop van de dag. Vanochtend ben ik met redelijk wat bewolking vertrokken. Het is nu in de loop van de dag is het alleen maar beter geworden. Best wel warm. Het koelt nu wel redelijk snel af. Je merkt ook dat ik een stuk noordelijker zit, want de zon is nog steeds boven de horizon. En dat was volgens mij in Nederland ook al anders geweest. Dus ja, misschien dat we het nog gaan meemaken dat ik op de Noordkaap sta. Dat de zon dus niet ondergaat. Maar goed, we gaan het zien. En hopelijk is het dan ook mooi weer. Het lijkt de komende week wel lekker weer te zijn. En te blijven in Zweden. Maar goed, voor vandaag eerst maar even een ten einde maken. Het is ik heb al een leuke dag gehad, daar gaat het niet om. Maar het liep van alles wat tegen de dingen. Dus ja, het is zoals het is. Goed, ik heb nog een biertje. Trouwens, het is wel een bekend merk. Maar er zit veel minder alcohol in als in Nederland. Hier zit 3,8% in. Is nog redelijk betaalbaar. Het schijnt dat je 4% meer wat puur stuk duurder wordt. Maar goed, dat weten we in Zweden heeft wat strengere regels ten aanzien van alcohol. Maar goed, dit smaakt ook prima. Goed, ik stop er nu even mee en ik spreek jullie morgen weer in een volgende video. Hey, welterusten alvast. Doei!